jullie dat door approval horen. Dat is dus een voorwaarde om bij dat bekend te zijn, dat je bekend wordt als een shahadatayn, of de shahada, dat staat twee delen. Het eerste deel is de erkenning van de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, dat geen God is behalve Allah, dat al het andere wat aanbeden zou kunnen worden of aanbeden werd vroeger, of door andere aanbeden wordt, ja, dat geen aanbidding verdient, behalve Allah als enige die aanbidding waarde is. Dat is deel 1 van de shahadatayn, daarvan ook de shahadatayn waarde, de twee geloofs getuigenis. Het tweede getuigenis is dat je erkent dat er is geen boodschapper dan Mohammed, alayhissalatu wassalam. En daarmee herken je niet alleen maar dat hij en Mohammed is zijn boodschapper, de boodschapper van Allah. Daarmee zegt niet alleen maar dat hij zijn boodschapper klaar. Je herkent daar ook mee dat hij de laatste boodschapper en profeet is in de reeks van boodschappers en profeten die aan hem zijn volgen. Hij is de laatste profeet en boodschapper met het belangrijkste boodschap, daar moet je ook dan in geloven, namelijk de Koran, dat hij de Koran heeft ontvangen. Op die manier hoor je de godsbeleider in zijn geloof en van overtuigd te zijn. Ik neem aan, op het moment dat je hier kwam, had je dat gevoel in staan af. Dus we hoeven nu alleen maar ze uit te spreken, ik begin het daar aan, inshallah. Dus ik doe het voor en jij doet het na, lekker rustig. Dan komt Allah, inshallah, uit. Ik heb het niet lekker goed. Eshadu. Eshadu. En da'ilaha. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu أن محمدا رسول الله. رسول الله. تكبير يا إخوة. جزاكم الله بارك الله فيك. بزين كرافت خرج عن الليت رايك الحمد لله. بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى ونس برودر من أمس أوك إن شاء الله من لايدنا رفت قص. اليولي دي لقر زين دي بيزن دي وقت إيسا من الإسلام. Voel het